dames en heren. En ja, zijn compaan erbij die, ja, die het allemaal inleidde. Hè? Onze vriend Algemade op een geweldige manier. Maar toen het erop aankwam, ja, dan is Rien van Horik de man. En ik dacht, als met Johan aan de leiding op dit moment, Paolo Bettini zit in het wiel. En de mannen zijn boven en ik hoor geen applaus. Johan, als ik wil jij eerst... Als Johan even daar naartoe gaat, dan is het makkelijker voor mij. Ik wil een klein vraagje stellen aan Paolo. Paolo, scusi. Ja, Johan, beter bekend bij ons als echte wielerliefhebbers natuurlijk. De enige echte leeuw van Vlaanderen die we zo... En jij gaat eerst Paolo even... Come stai, Paolo, oggi? Bene. Tutto bene? Good, yes. Very good. Good day. Have the sun. In Italy have the rain, in Holland the sun. Hier hebben we de zon, in Italië hebben we heel veel regen. Het ziet er goed uit vandaag. Motto successo. Buona fortuna, oggi. Applaus voor Paolo Bettini. De leeuw van Vlaanderen heeft zich optimaal voorbereid vandaag hier op de Tour der Ongeschoren Benen Classic. Ja, ik heb een goede nacht gehad. Ik had nog verwacht dat Paolo gisteravond ging zeggen, we gaan eentje drinken, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is echt een goede voorbereiding geweest. Ja, we zitten nog altijd in een moeilijke periode. Hè. Alles kan niet. Maar toch, ik had toch wel verwacht dat hij gisteravond ging zeggen, we gaan nog eentje pakken. 118 kilometer vandaag, Johan. Een beulenschil voor jou. Voor u moet ik dat. Het is vlak, hè? Door de wijziging van de Kouberg, helaas. Voor die mensen daar. Maar ik fiets nog bijna elke dag, dus die kilometers zijn geen probleem. Veel succes, de leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuwen, Paolo Bettini. Ja, mannen met een geweldige erelijst aan meneer Johan Museeuwen. 3 keer de Ronde van Vlaanderen, 3 keer Parijs-Roubaix, wereldkampioen. Ik mocht met mijn wettige echtgenoten daarbij zijn. Natuurlijk de Amstel Gold Race.